ben Luna van klimaximaal.nl en ik wil vandaag even een speeltje bespreken wat je niet moet kopen. Ik laat hem eigenlijk ook maar gewoon meteen zien. Het zit in een heel mooi vormgegeven blikje, waar je dus ook extra geld voor betaalt. Het is een cupcake. Als je mijn blog al wat langer volgt, dan weet je dat ik een hekel heb aan seksspeeltjes die eruit zien als kinderspeelgoed. Dus al die eendjes, je hebt molletjes, konijntjes, dolfijntjes. Ik vind het allemaal heel erg stom. Ik vind dat een seksspeeltje eruit moet zien als een seksspeeltje. Het mag er zelfs uitzien als een plastic penis, een plastic kut. Het maakt me allemaal niet zo heel veel uit, maar kinderspeelgoed gaat mij gewoon te ver. En dus ook dit speeltje. Het is van... Een mevrouw die heet Shiri Zin. Ze heeft een paar jaar geleden op zich wel een hele mooie vibrator gemaakt. Ook, er zat een soort van staart aan. Ook niet heel erg handig, maar dat was nog wel een beetje mooi, sexy, vrouwelijk. En ze heeft waarschijnlijk gedacht van, oh, vrouwen houden van cupcakes bakken. En dan laat ik het makkelijk maken voor vrouwen om een seksspeeltje te kopen. En ik doe het in een blikje. En dan wordt het een... cupcake. Ja, sorry. Het staat wel heel gezellig bij mij, nu ook bij mijn jurkje en zo. Maar kom op, dames, dit is een cupcake. Hij kost 40 euro. Dan krijg je dus wel dat blikje erbij, wat je weer kan hergebruiken. Hartstikke leuk. Je draait het dopje eraf, of het topje, de topping. En dan kunnen er twee AAA batterijtjes in. Dan draai je het weer dicht. En dan dacht ik dat dit dus, de kers, het knopje was om mee aan en uit te zetten. Maar dat is niet zo, want het knopje om aan en uit te zetten zit dus onderop. Dan begint het te trillen. Ik moet zeggen, het is niet eens een heel erg vervelende trilling. Het zou op zich wel heel goed kunnen zijn. Maar door die hele omhuizing, er zit zoveel plastic, siliconen, gedoe omheen, dat de trillingen gewoon echt te veel worden geabsorbeerd. Dus ik vind het wel heel schattig, dat geef ik ook wel toe. Maar je gaat niet met een cupcake tussen je... Ik zeg zelfs ook nogal cupcake. Echt erg. Je gaat niet met een cupcake tussen je benen liggen. Dat ziet er gewoon echt niet uit. Echt niet. Dus, dames, hoe schattig dit soort speeltjes en deze er ook uitzien. Koop ze gewoon niet. Deze is 40 euro. En voor 40 euro kan je zoveel leukere, betere dingen kopen. Dus doe het niet. Oké dan. Tot de volgende keer.